Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag en ik ga lekker weer met Nicole lunchen. Het is 11 uur, het is ook nog best laat. Dus ik denk ik ga even ontbijten. Dus met lactosevrije kwark, aardbeien, walnootjes, blauwbessen en mijn protein vanille drops. Kortingscode zit in de beschrijving. Geen samenwerking, maar gewoon zo'n affiliate dingetje. Ja, dat ga ik gewoon een beetje doen. En volgens mij werkt dat best. Dus, en alsnog wel zo min mogelijk koolhydraten worden. Onze plannen vallen in duigen, want barista is dicht. Ik had expres ontbeten, maar ik dacht, nou, na 2 uur heb ik wel weer trek. Ik heb nog geen trek. Ik had een hele vieze koffie vanochtend, dus ik ben heel erg verheugd op een lekker drankje. Nicole heeft zich helemaal ingesteld op, ik krijg binnen 10 minuten een broodje. Nu zitten we bij papa Rotti. Hij heeft een hele vieze ijskoffie. Ik wil koffie, maar ze hebben geen andere melk dan koemelk. Dus alles gaat mis. Nicole zo gaat vies. Bijna iemand vermoorden. Echt. Ze ziet moet er wel het? Weer fabulous uit. Ze heeft nu dit besteld, zodat ze even iets kan eten. En ik moet nog steeds drinken bestellen, maar ik wil niks. Deze structuur, je moet. Ja, dus ik ken het. Dat hebben ze ook bij de Hema. Het is zo. Net alsof ik vla aan drinken. Nou, maar nu dat het lekker is. Het ziet er niet super uit. Maar je hebt heel veel honger dat je trilt, dus dan is alles lekker, maar... Ik maak hem zelf lekker. Ja, dat dacht ik wel. Maar ik zie ook helemaal geen kruiden. Ik zie geen bieslook. Nee. Ik zie ook geen olijfolie. Basilicum. Huh? Maar dat is helemaal niet met olie. Oh, olijfolie maakt het, hè? Ja. Nee, sorry. Ik ben heel erg teleurgesteld door Pavarotti. Alles is teleurgesteld. Ja. Ja. Niet was heerlijk. Nicole zegt, het was heerlijk. Leugenaar. Maar dit ziet er heerlijk uit. Wil je wel ook een stukje? Hier, je kan dit afgebrokkelde al proeven. Oh, maar dit is dit goede crème of slechte crème? Hij is wel goed hoor. Ja, hij ziet er ook lekker uit. Hij ziet er wel goed uit. Ik? Ja, ook. Over dit? Ja. Ik denk al, je kan niet mij bedoelen. Allebei. Hoor. Zou je mij verbaasd? Ik? Nou, dit is niet super lekker hoor, Nicole. Ja? Het is kurkdroog. Kijk, ja. Dit noemen ze ijskoffie. Het komt net uit de vriezer. Dit kan je toch geen ijskoffie noemen? Het mag echt niet zo negatief zijn, sorry. Vooral omdat het in Zoetermeer is. En dit is heel droog, maar op zich wel oké. Oh, ik ben een portretopname aan het maken. Ik denk dat ik per ongeluk ergens aan het rijden. Maar ik ben gewoon al negatief beïnvloed door alles. Het is gewoon een negatieve dag. Ja. Maar we maken er nog wel wat leuks van. Maar nu is het gewoon alsof we weer opnieuw zijn begonnen. Ja. Hierna beginnen we opnieuw. Dan gaan we naar bagels. Dat stelt niet teleur. Dit is niet heel lekker hoor, nee maar. Wat? De kruiden zijn wel lekker erin. Maar hij is niet vers. Hij ligt al een paar... Oh, voel dit eens. Daar nee? De onderkant. Toen drukte Nicole dus op een knopje waardoor alles vandaag en morgen vertraagd wordt afgespeeld. Ja, we waren heel negatief, maar het was ook echt slecht. We gingen nog even naar bagels en beans. Ik was trouwens mega ongesteld, dus daarom was ik ook een beetje shaggy in deze vlog. Ik ben 2 dagen ongesteld, maar echt extreem. Ik was echt niet helemaal happy. Gewoon, ik had heel veel buikpijn, dus sorry voor deze negatieve opening van de vlog. Ja, best wel lekkere menukaart bij bagels. En ik zag allemaal lekkere dingen, maar ik wilde dus een lekker drankje, want daar had ik me op verheugd. Dus ik ging voor deze golden latte. Maar Nicole vond het volgens mij smaken naar een Indiaas gerecht. Ik vond het ook niet zo lekker. Ik had hem al een keer eerder gehad. Maar het is gewoon, ja, nou ja, kurkuma met kokosmelk en het was ook niet heel lekker. Broodjes, Nicole vond het volgens mij wel oké, maar ook dit vond ik tegenvallen. Mijn bagel was keihard, gewoon geroosterd, niet echt lekker. Ja, het was allemaal niet heel lekker. De avocado had ik er los bij besteld. Het was een Japans broodje, maar er zat bijna niks Japans op. De wasabi mayo proefde hij bijna niet. Ik was, ja, sorry, heel negatief deze dag. Echt totaal opposite met vorige week. Hierna moest ik trouwens naar bijles, maar we gingen nog even heel snel winkelen. Nicole had het jurkje gepast. Ik vond hem bij haar zo leuk. Maar hij was net een beetje strak bij haar. Dus toen ging ik hem zelf ook passen. Die was te groot, dan pakte ik hem maat kleiner. Maar die zat ook dus strak. Dus nou, ik heb hem in ieder geval niet gekocht. Het verschil tussen de 2 maten was in ieder geval echt... enorm, dus dat was wel jammer. En dit jurkje vond Nicole wel leuk, maar ik vond hem niet zo leuk. Dus die heb ik ook niet meegenomen. En ik was eigenlijk... Oh ja, dit ook nog. Ik zocht een roze bril. Bij de TK Maxx probeer ik al heel lang een leuke roze bril van een merk te vinden. Een leuke ronde bril, sorry. En deze vond Nicole leuk, maar ik vond hem niet leuk. En uiteindelijk heb ik een hele leuke gekocht, maar die zie je denk ik later in de weekvlog. Ik zei dat Nicole die ringen moest kopen, maar dat deed ze niet. Omdat ze nog op vakantie gaat. En er geld wil bewaren. En toen ging ik dus naar bijles. Eigenlijk vond ik niks wat ik deze dag had gegeten echt lekker. Dus nu komt volgens mij bubble tea in beeld. Toch? Ik had in ieder geval een hele lekkere bubble tea gehaald. Voor het eerst sinds best wel lang weer. Een taro coconut bij Fifi. En het was heerlijk.
met zeg maar geen extra suiker toegevoegd. Dus kokosmelk, taro, ijsblokjes. Was zo lekker. Dus toen was ik wel weer een beetje blij. Maar ja, still ongegasteld. Druk om te filmen, maar ik heb echt super goed getraind. Ik ben helemaal sweaty. Maar echt, er waren heel veel oude mensen sporten 's ochtends. Dus. Ja, gek hè? Ga ik donderdag gewoon een brievenbus dan? Ja, dat zei ik ook al. Heb je dat gezegd? Ja, dat zei ze zelf. Ik ga lekker dit eten, want ik had nu geen zin in yoghurt. Dus avocado, tomaatjes, kip en komkommer. Ik heb net mijn vlog geëdit. Ik zit bij de vrijdag van vorige week. En ik heb dus serieus al 1 uur en 10 minuten aan beeldmateriaal. Ik wist dat helemaal niet. Ik dacht de hele vlog alleen maar zei ik ben moe. Maar ik heb vet veel leuke beelden. Deze heb ik dus gisteren bij de TK Maxx gekocht. Hij is van Tommy Hilfiger. Ik twijfelde, ik vond €40 best wel duur. Maar Nicole zei, hij is echt fabulous. En ik zoek al zo lang een grote ronde bril. Ik keek naar het schap, ik zag geen grote ronde bril. Nicole, kijk, ziet hem gewoon. Ik zag hem niet. Ik vind hem wel echt heel leuk. Dus hier ben ik wel heel blij mee. En ik had nog bij de H&M een paar jurkjes gekocht. Maar deze matcha, ja, als je niet geïnteresseerd bent in matcha, denk je echt, hou je van. Maar deze had ik van Nicole gekregen. Heb ik in mijn vorige vlog verteld. Nou, ik zei dat ik hem lekker vond. Ik vind hem echt geweldig. Hij is felgroen, maar hij is heerlijk. Alleen, ik heb nu 3 of 4 keer matcha gemaakt. Ik weet niet of je het kan zien. Hij is al bijna op. Je hoort je 30 porties mee te doen. Dus ik neem veel te veel. Ik ging het opzoeken en ik zag dat je dus ook een 80 gram hebt. En dat is in verhouding veel goedkoper dan 30 gram. Dus die wou ik kopen. Maar toen zag ik dat ze ook een andere variant hadden. Die goedkoper is. Dit is Matcha Original. En dit is Matcha Premium. Dus deze is luxer. Maar ik dacht, ja, ik wil die ook proberen. Dus ik maak hem net open. Maar kijk. Het kleurverschil is heel groot. Hij is alsnog mooi groen, kan je het zien. Maar deze, en dat is niet omdat hij in zwart zit. Nee, zie je? Deze is echt fel, fel. Maar ik ben wel heel benieuwd. De reviews waren goed. En dit is dus de matcha die ik niet lust. Dus daar zit ik nu mee. Zie je het kleurverschil? Hoe licht die is. Ja, die van de DM heb ik niet meer. Maar deze is echt 10 out of 10. Dus we gaan nu die proeven. Misschien is hij alleen qua kleur gewoon minder groen. En smaakt hij net zo lekker. Nou ja, dan scheelt het. Volgens mij scheelt het echt €15 op zo'n pot. Heel benieuwd. Maar hier stond. Hoe noem je dat? Traditional? Nee. Ceremonial stond in de titel van die witte. Maar het is helemaal geen ceremonial matcha. Volgens mij klopt de titel niet. Volgens mij is dit ceremonial. De luxe. 100% organic premium. Maar het is, er staat gewoon ook niet zoveel info bij. Want soms staat er 4 weken in de schaduw gedroogd en zo. Dat staat hier allemaal niet. En ik heb gelezen dat als je ze goed helper wil houden, je het in de koeling moet bewaren. Wist ik ook niet. Ja, volgens mij is het ook gewoon een hele goede matcha. Maar is deze nog beter. Maar ja, de allerluxe is wel een beetje luxe als je zoveel matcha drinkt. Zo, ja, de geur is ook anders hoor. Misschien heb ik mijn geld nu verspild. Maar ik dacht, ja, ik kan maar beter proberen. Want waarschijnlijk is alles van dit merk wel lekker. En dan, stel dat die goedkopere wel heel lekker is, dan scheelt het je superveel geld. Want ik heb vaak zo'n verslaving en dan na een tijdje ben ik er klaar mee. Daarin, de enige die ik dus volg op aarde is Monica. Maar daarin denk ik altijd, oh my god, precies wat zij ook. Ik herken zoveel dingen. Maar dit heb ik niet het gevoel dat ik er ooit klaar mee ga zijn. Maar wat moet ik met deze matcha allemaal doen? Want het is echt super zonde. Het is echt heel erg zonde. Ik vind het gewoon niet lekker. Ik zou wel natuurlijk een klein schepje of zo door een shakeje of zo kunnen doen voor gewoon het gezonde. Ze zeggen dat matcha 1 gram moet zijn. Dit is 5 milliliter.
Zou ik eens wegen hoeveel gram dat eigenlijk is? Want waarschijnlijk is het minder dan 5 gram. Waarom ben ik al twee weegschaal kwijt? Maar ik weet eigenlijk überhaupt niet of iemand geïnteresseerd is in mijn matcha verhalen. Dus ik weet dat matcha heel erg hip en zo is, maar ik heb dus iets van... Nou ja, toen ik net in Muiden woonde, dus heel lang geleden, dronk ik al matcha van de Albert Heijn. Dat was toen net nieuw, denk ik, in Nederland of zo. Upcoming, oh, mijn batterij is leeg. Nou, het zou zomaar 5 gram kunnen zijn. Ik neem veel te veel. Dat is wel echt een feit. Maar ik hou van sterke matcha. Oh, ik heb me hier zo verheugd. Ik heb volgens mij al 2 dagen geen matcha gedronken. Misschien wel een nieuwe whisk kopen, had ik bedacht. Ja, de kleur is wel heel anders hoor. Ik heb nog nooit zo'n mooie felgroene gehad ook. En de matcha die Monica altijd haalt, die is ook zo felgroen. Dus die gebruiken ook echt ceremonial matcha. Volgens mij is het te maken met dat ze dus de laatste 4 weken in de schaduw nog laten doorgroeien of zo, waardoor ze heel mooi fel blijven of zoiets. Ik heb me daar nog niet goed genoeg in verliefd. Maar ja, hoe is de smaak? Ik moet wel zeggen, felgroen voor het oog maakt je wel echt blij. Het is echt zo. Het is heel stom, maar de kleur groen maakt je zo intens gelukkig, omdat het er zo lekker uitziet. Dat het doet niks voor de smaak, maar wel voor de beleving. Hij is nog steeds wel groen hoor, maar die andere was echt uitzonderlijk. Zie je hoeveel minder fel? Dit is gewoon donkergroen, maar hij is wel groen. Ik denk eigenlijk dat het wel lekker wordt. Ik doe het nog even naspoelen met water, want ik wil geen gram matcha verspillen. Aangezien het echt gestoord duur is, dus beter begin je niet aan matcha trouwens. Het is ook helemaal niet handig als je dit in plaats van koffie doet, want dan kom je ergens, hey, heb je ook een matcha voor me? Nee, natuurlijk heeft niemand een matcha voor je. Niemand heeft dat. Je kan beter verslaafd zijn aan koffie. Oh. Oké, zie je dat hij echt minder groen is, maar nog steeds is hij mooi groen. Ja, dit... Ja, mocht je het je herinneren, ik ga niet nu ook een ander ernaast houden, maar hij is echt nog steeds een hele mooie kleur hoor. Oké. Ik vind het nog steeds te weinig matcha. Dit is gewoon te weinig. Ik snap niet hoe mensen 1 gram kunnen. Ja, dit is, het zit helemaal vol met ijs. Dus zoveel melk zit er ook weer niet in. Ja, ik neem toch nog een beetje hoor. Ik heb het idee dat minder sterk van smaak is. En als dat betekent dat je uiteindelijk meer nodig hebt van de goedkopere, ben je dus uiteindelijk niet goedkoper uit. Ja, ik vind hem lekker, maar ik proef heel weinig. Veel subtieler. Misschien is dit trouwens voor een beginnend matcha drinker, als je dus wel matcha wil, is dit misschien wel een betere. Want hij is wat minder sterk van smaak, hij is niet bitter. Dus daarom zijn die reviews misschien ook zo positief, maar ik ben wel echt een diehard zwarte matcha lover. Ja, deze is zoveel geuriger. Ik kan niet uitleggen. Ik ga nog wel even groot van deze dan bestellen, maar die kost dus 39 euro. Het is heel gestoord. Misschien moet ik eerst even... De DM matcha's afwachten. Die zijn volgens mij in verhouding wel echt goedkoper. Het kwam neer op iets van 80 cent per portie. Dus ik nam er 2, dus is 1,60 per portie. Dat is wel weer goedkoper. En het is ook zonde om dit niet te gebruiken. Het is wel lekker, maar... Ja, voor mij is dit niet genoeg smaak. Ik ga nog een beetje erbij doen. Ja, liever dat je hem echt lekker vindt. Toch? Kan iemand reageren? Of er überhaupt iemand hier geïnteresseerd in is of niet, want... Ik laat het nu steeds zien, eigenlijk omdat ik op Instagram heel vaak de vraag krijg. Dan laat ik matcha zien, zegt iemand, hoe maak je dit? Dan zeg ik, matcha, melk en water. En gewoon matcha en melk, weet je wel. Alleen ik weet niet of ik überhaupt matcha drinkers tussen mijn volgers heb. Maar het is nu bizar hoeveel matcha ik nu gebruik heb hoor. Gebruikt. Oh, nu vind ik hem niet lekker worden. Nee. Dus deze is goed als je houdt van subtiele matcha. Het smaakt eigenlijk echt naar groene thee. Zoals je groene thee gewoon uit de supermarkt drinkt, weet je wel? Groene thee, ja. Goede basis voor een bubble tea bijvoorbeeld. Of gewoon een kopje groene thee. Het geeft me geen matcha vibes. Ik vind hem echt heel anders smaken. Ik zou hem zeker gewoon opmaken, want hij is absoluut niet vies. Maar het is gewoon letterlijk een groene thee juice die ik nu heb. En sterker... Nu vind ik hem niet lekker, nu die sterker is. Maar het is ook wat minder romig. Dus dit is wat meer creamy. En hoeveel heb ik nu gebruikt? Echt bizar veel. Kijk hoeveel eruit is. Dus nee, dit is voor mij niet de beste. Maar ik ga hem gewoon opmaken, is prima. Ik hou van deze. Ik heb er een scheutje kokos bij gedaan van Alpro.
Hij is lekker in combi met kokos. Omdat hij dus zo subtiel is, die matcha. En dan in combi met kokos geeft het wat meer body of zo. Hmm. Soms bij goede matcha vind ik kokos weer te heftig. Hij is lekker. Ik ben blij. Ik had gisteren bij de hoogvliet een maatmeloen gehaald. Ik had er al een paar dagen zin in. Hadden ze er maar 3. Een hele kleine donkergroene. Niet te eten. Echt niet lekker. Bij de Jumbo net lag er maar 1. 5 euro weer zo'n kleintje. Dus ik zei, heb je nog meer meloen achter? Ik had hier er nog een paar. Iets groter. Niet super groot, maar wel groter. Ik wil keuze hebben. Ik heb dus de truc. Kloppen en luisteren. Die truc werkt voor mij niet. Hoe weet je nou of watermeloen lekker is? Ik heb het ooit geleerd. Ik weet niet meer waar. 2 dingen. 1. Grote gele plek. Volgens mij betekent dat dat de zon erop geschenen heeft. Misschien heb ik het fout, maar ik weet het bijna zeker, denk ik. Grote gele plek, dat wist ik al. Als 2e, dat wist ik vroeger niet. Zie je van die krassen, bruine krassen plekken op je meloen. Dus niet deuken of zo, maar weet je wel, die bruine dingen. Ik dacht dus, normaal bij groente of fruit pak je het dan niet. Dat is top. Dat betekent dat daar heel veel suiker zit. Als degene die dit mij verteld heeft de waarheid spreekt, ik weet dus niet meer wie het was. Veel bruine aanslag erop, zeg maar. Van die, ja, ik kan het niet uitleggen. En elke keer is mijn meloen lekker. Ik had nog even opgezocht. De gele plek, oh die is hier al af. De gele plek is niet dat de zon daar heeft geschenen. Hij heeft juist gelegen op die gele plek. En hoe langer die heeft kunnen rijpen in de zon, hoe groter die gele plek die dus op de grond ligt. En ik bedoel, ja... Deze meloen is echt super goed en ik had dus niet veel keuze. Ik zag ook nog een TikTok van iemand die zegt dat dit heel klein moet zijn. Maar dat is niet de theorie die ik volg, maar hij is super zoet. Al die spots, dat is dus suiker. En hoe meer krassen en spots en donkere dingen, hoe lekkerder. En daar geloof ik dus echt heel erg in. Mijn gele plek was niet eens heel groot, ik denk zo. Maar er was ook niet zoveel keus. Ik denk dat het bij zo'n Piel de Sapo meloen ook is, kijk. Zo heeft hij gelegen, neem ik aan, dat het hier ook geldt. En al die spots zijn de suiker die eruit komt. Hoe lelijker qua beschadigingen je meloen is, hoe lekkerder. Dus echt een mega tip hoor, als je dit niet wist. Life changing. Het terras ziet er niet uit, alles is omgewaaid door de wind. En we hadden tijdens het kameropruimen heel veel oude kleren verstopt gevonden. Dus die heb ik even allemaal gewassen. En dat is super snel droog, maar ja, het kan ook super snel wegwaaien, want het waait zo hard. Chicken. Soepproeftest. Ik heb een beetje dik gelaten, dat was wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Lekker subtiel. Kijk, ik heb net als bij het restaurant, wat ik eigenlijk niet lekker vond, een turmeric latte gemaakt. Maar dat komt omdat ik zin had in nog even een warm drankje die niet heel ongezond is en ook geen cafeïne heeft. Dus ik heb letterlijk curcuma met die kokosmelk gedaan en dan een beetje kaneel. We gaan dit kijken. Nicole zei dat het smaakte naar een Indisch gerecht. Proef eens. Proef. Proeven. Haha. Ha. Boezie, de storm is super stout. Breakfast, breakfast, breakfast. Ik eet dit gewoon al voor mijn koffie. Ik heb honger. Ik heb echt veel fruit. Ook nog kersjes. Ik weet niet of dit nodig is, maar ik vind gewoon een beetje. Hallo. Echt heel weinig. Thank you.
zou het doen. Perfecte na de gym workout. Zo, bread tommelt heet. De snack corner met wat kleine dingetjes. En hier wat rozijntjes, gedroogd banaantje en zo. En die is splash fruit. En deze uit Italië. En hier hebben we weer tomaatjes, paprika, komkommer zit hieronder ook. Hazelnootjes vindt ze lekker. Watermeloen, aardbeien, frambozen uit de tuin. En, oh, deze is echt heel rijp hier. Kers, yummy. Dan is dat ook weer klaar deze week. De laatste van dit schooljaar. Good afternoon. Ik heb helemaal niet gevlogd vandaag. Ik ben bezig geweest met het terras opruimen, dingen vastbinden. Ik heb nu een dilemma met deze jurk die ik dus heb gekocht. Want mijn bonusdochter en mijn vriend vinden dit echt walgelijk. En ik snap het wel. Ik zeg maar, ik trok het aan en dacht ik, oh my god, vorige week. Dit is eigenlijk best wel lelijk. Een soort van, ja, alsof je helemaal een heel mega gewaad aan hebt. Maar ik vind het dus wel leuk. Dus dat is de struggle. Het is namelijk vandaag en heet en niet heet. Het is echt een rare dag. Het gaat weer heel heet worden, weet je wel. Gisteren was op die storm en het gaat weer heet worden. Het is echt zo'n tussendag. En ik heb zo bijles en dan ga ik weer bij mijn schoonouders eten. Kijk, het is eigenlijk echt... Ja, het is in ieder geval niet flatterend. Maar goed. Ik heb een matcha. What's new? En ik was boven... Een soort van Brazilian wax bij mezelf aan het proberen te doen. Maar echt bikinilijn en bovenkant gaat nog wel, maar lager dan dat. Ik kan de pijn heel goed aan, maar als je het zelf doet, het gaat gewoon niet. Dus ik wilde het dus nog laten doen. Maar het was echt 60 euro of zo. Toen dacht ik, ja, doei. Ik doe het wel zelf. Maar ik doe dus tegenwoordig heel vaak, al heel lang, doe ik bikinilijn met een Epilady. Maar die Epilady is gewoon een goed merk. Maar eigenlijk gaat dat echt 10 keer langzamer dan harsen. Bij harsen trek je het in 1 keer, bij epilady moet je 1000 keer voordat het... Misschien moet ik een keer een nieuwe epilady kopen. Je merkt gewoon dat het gedeelte is. Waar ik het epilady... Nou, daar voel ik bijna niks van met harsen. Het is alleen heel onhandig om het zelf te doen. Maar de gedeeltes waar ik niet epilady, maar scheer, is het echt rampzalig. Misschien wil ik het wel laten harsen, maar je hebt ook echt wel goedkopere plekken. Maar voor de vakantie red ik dat niet meer. Maar ik heb in ieder geval een deel geharst. Het is een deel is haarvrij, heerlijk. Ik haat haar, ik haat het echt. Het is nu 2:15. Ik wilde eigenlijk nog even 1,5 uur in de stad hebben voor bijles. Dat betekent dat ik dan nu in de stad moest zijn. Ik merk dat je daar bent om matcha te drinken. Maar ik wil hem misschien wel op vakantie meenemen, want ik vind hem dus wel heel handig. En ik vind hem ook heel leuk als printje, maar het staat mij gewoon niet. In ieder geval, ik ga me nu even opmaken en dan ga ik om mijn schoonmoeder fiets. Want die was dus vorige week zondag, had ze de fiets laten staan, want die was helemaal kapot van het bed verplaatsen en zo. Toen dus kwam mijn schoonvader ophalen. Ik zei, nou dan fiets ik wel met jouw fiets. En dan kan ik vanavond met haar terug met de auto. Dus ik heb gevoel dat ik heel weinig vlog vandaag. Maar ik dacht, ja, we gaan toch zaterdag op vakantie. En dan gaan we naar een hotel. We gaan naar Baden-Baden. We komen aan in Zwitserland. Dus genoeg voor jullie nog om te zien. Kijk, ik heb hier dus met mijn bonusdochter samen een grote koffer. Heel neemt dan in zijn eentje een kleine koffer. Dan nemen we dit er zeg maar nog bij voor spulletjes. En dan gebruiken we mijn kleine koffertje om met z'n drie zeg maar de spullen voor het hotel in te doen. En misschien komt er nog een shopper bij met tickets, schoenen of zo. Ja, het kan wel. Het kan gewoon. Maar ik bedoel, ik snap wel wat mensen bedoelen. Sowieso is het mooier als je echt mega van die mega boobs zo hebt. Zoals Nicole. Ja, die heeft mega boobs. Nou ja, het kan prima. Niks mis mee. Maar wat voor haarlook? Moet je dan ook juist weer je haar vastmaken omdat het zo slonzig is? Ik weet het niet. Te veel twijfels. Ik ga toch voor deze. Met een jasje. Dit jasje heb ik ook nog nooit aangehad. Zo zonde. Ja, het ziet er hierbij echt clowns achteruit. Heb ik toen bij Tommy vorig jaar of zo gekocht. En mijn witte jasje is heel vies, dus ik moet een ander jasje. Oké, deze dan maar. Ja, ik vind het niet super leuk, maar wat boeit het eigenlijk? Het is maar, het is geen belangrijke dag, qua hoe ik eruit moet zien. Ik had echt honger en omdat ik maandag hier niet kon eten, ga ik hier nu eten. Yummy! Ik heb echt al koffie op en een matcha en de zon schijnt. Maar alsnog wil ik deze, omdat ik hem maandag zo graag wilde. Hi
eindelijk heb ik hier mijn UPS-pakketje afgeleverd. Ik ben echt al dagen bezig. Want ik heb dus bij Vinted alleen DHL nog aangezet. Maar alsnog krijg ik Mondial Relay, Homer, DHL, UPS. Ik word er helemaal gek van. En al die punten bestaan nog steeds niet meer. Dus dit is het enige UPS-punt dat gelukkig nog wel bestond. Nu heb ik alles verzonden. Nu ga ik me op vakantiemodus zetten met Vinted. Lekker. Ik ben les wel echt super leuk. Ze vinden het dus heel jammer dat ik op vakantie ga. Ik had het wel verteld, maar ze waren een beetje in de war. Ik natuurlijk heel kort geleden ook op vakantie was. Ze dachten dat ik dat bedoelde. Maar het was super leuk. Echt heel top. Wow. En ik had ook gezegd van het is heel leuk om rekenen zo te oefenen. Maar in feite heeft ze mij daarvoor niet nodig. Weet je, dat kan ze ook gewoon op school leren. Ze loopt niet achter. Dus ik wil echt 75% met haar gewoon echt Nederlands oefenen. Op het einde heerlijk in de zon buiten. Op het bankje nog in het boek gelezen. Dat was heel leuk. We hebben werkwoordsvervoegingen gedaan. Hebben, zijn, weer verleden tijd, de rekenen. Nou, het was heel leuk. En nu weer bij mijn schoonouders eten. Ja, hij is nog een beetje koud. Laat hem even warm worden. Ik heb mijn jasje in het water laten vallen. Nou, neergelegd eigenlijk. Echt hetzelfde als vorige week. Wil je misschien vertellen in de vlog wat het is? Ja, tuurlijk. Oké. Dit is een tortilla. Maar wat heb je er allemaal in gedaan? Tortilla zit aardappels, groenten, knoflook, ei. En ik heb er spekjes en kaas bij gedaan. Het ziet er echt lekker uit. Het lijkt een beetje zo Duits. Oké. Yummy. Normaal gesproken zit er in tortilla geen kaas. Lekker. Ik dacht, ik heb nog kaas over van gisteren. Ja, jij bent er echt goed in. Maar dat zijn volgens mij alle moeders. Die ook een beetje kunnen koken. We gaan nog even lekker boodschappen doen voor de vakantie. Hebben we wat vast gedaan. Allemaal lekker gezonde dingen. We gaan dus morgen over een dag op vakantie. Dus ik merk dat ik echt super veel zin heb om alles voor te bereiden. Maar het kan nog net niet. Maar we hebben dus wel al bijvoorbeeld... Ja, we moeten zo licht mogelijk de shoppers. Ik heb hier dan bijvoorbeeld een shopper met spullen die we in de auto nodig hebben. En hier juist een shopper die in de dakkoffer kan met wat we pas in Zwitserland nodig hebben. En ik zal even de boodschap laten zien. Echt heerlijke gezonde dingen. Oké. Dit is even, vond ik leuk als drankje, maar misschien voor een TikTok. Ik weet niet of het leuk genoeg is. Die zit ik in de koelkast. Morgen eten we lekker simpel eventjes hamburgers. Nou, ik eet al geen broodje, maar gewoon burger met salade. Dit nog lekker voor in de yoghurt, maar ook voor in de auto mee, denk ik. Dat is heel chill om te hebben. Dit vond ik ook echt zo vakantieachtig. Lekker van die shotjes. Gaan ook in de koelbox. Druiven. Aardbeien. Frambozen. Nog helemaal goed. De hamburgerbroodjes. Een watermeloen nog voor nu. Dit is nog voor in de auto. Ik neem weer melk mee. Bramen. Nou, best echt allemaal heerlijke vruchten. Wortels. En er ligt dus nog best wel veel in de koelkast. Maar sommige dingen blijven ook houdbaar. Maar het kipfilet kan nog mee in de auto. Dit kunnen we lekker nog morgen erbij eten. Sla voor morgen. En al die snoepgroenten ook lekker mee. Oh, ik zie dat ik de sla gekocht al nog sla hadden. Dus we hebben twee ijsbergsla's. Salades. Ja, dit soort dingen. Ja, we moeten echt even kijken hoeveel ruimte we gaan hebben met z'n drieën. Maar goed. We will see. Jongens, er is echt een ramp gebeurd. Ik besloot echt letterlijk gisteravond of vanochtend van... Oké, ik neem gewoon serieus één paar sneakers mee. En verder alleen mijn chino slippers. Want die draag ik toch elke dag en daar kan ik heel goed op lopen. Dus ik doe ze weer in de was. Al voor de vierde keer of zo. Ja, weet ik het. Haal ik ze er net uit. Is er van één slipper. Ik zet het op Instagram. Ze liggen boven heel stuk van de punt van de zolder af. Dus nu heb ik dus geen slippers. Mijn lievelings. Ik kan wel... Nou, ik kan niet huilen. Maar het is zo erg dat ik gewoon... Ineens een emotie heb erbij. En ik heb te veel haast. Ik heb niks gevlogd weer, maar ik ben super lekker bezig. En over een uur komt mijn bonusdochter. En dan gaan we samen nog even naar de stad en zo om dingen te halen. Nou, ook slippers voor mij dus. Ze wilde graag samen naar de stad gaan. Ik zei, zou ik in mijn eentje gaan gisteren of morgen samen? Nou, zo samen. Wat wil ik zeggen? Ik moet nu sporten. Een uurtje. Dan moet ik weer thuis zijn. Ik heb nog ontbijt eigenlijk wel voor het sporten, want ik heb nu al echt trek. Ik heb 3 toetsen gemaakt van mijn studie, maar ik kan even niks delen, want ik heb geen tijd. Ik heb... Allemaal regeldingen geregeld achter de computer. Dus ik was echt super lekker bezig. Maar nu moet ik echt gaan. Ga ik daarna douchen en mijn haar wassen. En dan dus naar de stad. Maar dit is echt heel erg.
Ik vind het zo... Weet je hoe blij ik ermee was? Ik draag ze elke dag. Ik heb er in ieder geval plezier van gehad, maar wel te kort. Oh, niet leuk. Het is trouwens upper body day. Maar het beste had ik eigenlijk benen gehad vandaag. Want daar ga je ook best wel zwemmen. En dan voel je het ook wel aan je armen. Nou, ook wel aan je benen op zich. Maar liefst had ik nog even benen getraind. Dus als ik nog tijd en energie heb, doe ik ook misschien nog even een benenoefeningetje erbij. En nu wil ik dus even yoghurt eten, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Dus ik maak denk ik maar weer even een keer een shakey. Die maaltijdshake. En dan zie ik jullie wel weer in de gym. Ik vlog alleen als het niet super druk is, dus we'll see. Oké, ik heb een uur en dan moet ik weer thuis zijn. Zie ik lekker, ik heb aardbeien, brama, frambozen, walnoten, paranoten en blauwbessen. Tweede van vandaag. Ik heb taro coconut. Nou, dit van mij lijkt op een pyjama, als je gaat trouwen in je pyjama. Nou, dit is ook niet mooi. Ik lijk op een taart. Goedemorgen allemaal. Het is 9:15. Bijna 9:30. We zijn al sinds 6 uur wakker. Het plan was rond 7:30 of zo, maar gelukkig zijn we eerder begonnen. Wat een werk. Het is zoveel werk. Als je natuurlijk met z'n drieën weggaat, moet je alles zo goed achterlaten, omdat er niemand achterblijft. Ik leef eruit. Jurk heb ik gisteren bij de H&M gekocht. Helemaal let's go. Kijk, als ik zo vlog of jij dan in beeld bent. Nee, niet. Oh, dat is wel goed. Nu moet ik 2 weken goed opletten dat je niet in beeld bent. Je ziet jou nu toch niet? Beweeg eens. Nou, klaar om jullie te laten zien hoe leuk de vakantie is. Ik lag nog even uit te sleutelen binnen. We hebben nog wel op zich genoeg plek om souvenirs mee te nemen, toch? Oké, we wachten nog even op haar, want die moest even terugbrengen wat we gisteren hadden gekocht. Maar dat was een klein broekje. En dan gaan we. En er staat nu 5:55, maar we moeten nog 2 keer stoppen. Dus we komen nu pas 4:15 aan. Dus waarschijnlijk zijn we er niet voor 4:30 dan in het hotel. Dan nog daar even opfrissen. Moet ik nog wat op mijn laptop doen helaas. En dan kunnen we pas naar het stadje, dus het wordt wel een beetje kort. Maar ja, we hebben ons best gedaan. We waren letterlijk om 6 uur wakker. 6:30 opgestaan. Maar het is zoveel meer werk als je met z'n allen weggaat, want je moet het huis gewoon perfect achterlaten. En natuurlijk 3 keer meer inpakken en doen. Maar ja. We zijn wel ready. Ha, is zijn paspoort vergeten. En al zijn pasjes. Dus we zijn weer thuis. We waren gelukkig pas 12 minuten of zo onderweg, maar het voelt zo lang. Het is 10:58 en we zijn nu gestopt, want we wilden eventjes plassen. En op zich hadden we nog... We hadden het kunnen doen dat ik 3 uur rij en H 3 uur, maar... Mijn bonusochtend wilde even plassen en ik moest eigenlijk ook wel plassen. En dan gaan we misschien even een ijsje halen en dan gaat H rijden en dan ga ik... Dus we doen denk ik iets van 2,5 uur. En dan nog 2 uur en ik dan nog 1 uur of zo. 1,5, zoiets. Maar volgens mij zijn we bij precies dezelfde tanker als waar ik toen de eerste keer was gestopt. Ja, waar ik die Red Velvet Muffin had gehaald. We hebben net dit drankje geproefd voor TikTok. Hij ziet met bubblegum smaak en van de toko bubble tea in een blikje met appelsmaak. En nee, met perzik smaak. Kan je zien op mijn TikTok. Oké, ik ga een bite nemen mee. Truffelbread. Tandenworstel, knuffels. Weet ik het nu al niet meer. Kan iemand helpen? Vlogcamera. Hoezo weet ik het nu niet meer nu ik het film? Net wist ik het helemaal. Vlogcamera. Als je weet het anders gaat er weer bij. Ja. Dat werkt niet. Nu ben ik dus afgeleid. Het spel voorbij. Niet. Tweede. Oh, jongens, ik had toch verteld op de, in mijn vorige vlog, we zitten thuis muziek te luisteren, dat had ik toch die hele domme fout gemaakt dat ik ervan uit was gegaan dat ik zondag kon winkelen. Ik doe dus gewoon nu weer dezelfde fout. Het idee was zeg maar vandaag aankomen, lekker een restaurantje, eventjes een beetje wandelen en dan morgen lekker boodschappen doen, DM. Dus ik zeg net, morgen is het zondag. Gewoon niet over nagedacht, dus dan gaan we nu nog eventjes naar de DM, maar dan kunnen we niet echt boodschappen hier doen. Maar ja, dat komt dan wel in Italië later.
Maar ik snap niet hoe je twee keer zelf de fout kan maken. Ja, ik dacht alleen maar, laten we zo snel mogelijk op vakantie gaan. Maar het is hier wel cute in Baden-Baden. Echt veel rustiger dan in Karlsruhe waar ik zat. Dus als je meer van rust houdt, is dit sowieso beter. Nu voor vrouwen. Alleen voor vrouwen mogen daar parkeren. Alsof vrouwen dus het zwakkere geslacht zijn die dichtbij moeten staan. Dit heb ik echt nog nooit in Nederland gezien. Kijk, nu voor vrouwen, nu voor... Oh, alles is ook echt bezet. Maar de vraag is, mag je hier ook staan als je een man bij je hebt? Of alleen als je alleen maar vrouwen hebt? Snel bij de... Nou ja, ik vond het snel. Waarschijnlijk was dat nog een half uur bij de DM geweest. Het valt er allemaal uit. Ha, mag ik die tas? Er kunnen geen kleine dingen in. We zitten even ergens gewoon voor even random, maar we zitten wel echt op een typisch Duitse plek. Het is echt heel grappig, iedereen is helemaal in Duitse klederdracht, maar kijk. Als je dus een rozeetje wil, is dit je enige optie. In Duitsland. Bizar, hè? En dit is dus de kaart. Ik denk misschien gewoon zoiets doen van brood of zo en dat we dan ergens anders kunnen eten. Oh, ik had mijn hoofd dat ik net haar jurkje door had. Kijk dit enorme bier, kijk hoe fancy het water is. En nu snap ik dat de wijn twee keer zo duur is, want hij is ook twee keer zo groot. Holy moly. Cheers. Wow. Dit is wel echt super lekker nu. En de wijn is trouwens heel lekker, hij is een beetje zoet. Ziek lekker zacht brood. En die boter is volgens mij echt huisgemaakt. Lekker. Lekker, hè? Ja, ik dacht dat het precies meer... Lekker. Oh, wat zit hier allemaal in? Oh my god. Mega schnitzel. Kinderschnitzel. Moeten we bij de schnitzel? Ik heb dus vis besteld, aardappels. Typisch Duitsland. Super grappig. Het is dus vis die gefrituurd is met bacon. Maar dit is wel echt heerlijk, gewoon oma aardappel. Dit is echt wat je bij je oma krijgt. Lekker hoor. Oh, wil jullie proeven? Heel lekker. Nee, hier zit het op. Zonder overdrijven, ik heb nog nooit in mijn leven zo lekker een aardappel gegeten. Ik vind dat het lekkerst van alles. Heerlijk. Dit is ook nog Baden-Baden, maar dan niet het centrum. Maar een zijtakje of zo. Vet hoor. Er is ook niemand op deze aarde. Ik weet dus niet precies wat ik heb geboekt, want we hebben gewoon zeg maar Baden-Baden en dan een stadje wel Baden-Baden, maar net buiten het centrum. Zodat we in ieder geval een parkeerplek hadden en lekker rust hadden en zo. Maar je ziet natuurlijk niet op de kaart dat het allemaal bergen en zo zijn. Dus we rijden echt berg op, berg af. Een soort van Heidi, Oostenrijk, Frankrijk vibes. Prachtige landschappen en zo. Super grappig. We zijn er nu over 2 minuten. Ik heb echt geen idee. Maar het is een prachtige, rustige, hele mooie omgeving. Ludwig. Grappig. Het zijn weer een beetje die Strasbourg huisachtige dingen. Hier, Mauerbergstraat. Hier, Landhotel Zur Traube. Dan is dat denk ik de parking zo te zien. Kijk ons hotel. Mooi hè? Dit is ons hotel, superleuk. En we hadden waarschijnlijk hier ook heel leuk kunnen eten, maar ja. Ja. Haas even kijken, want we mogen maar tot 9 uur inchecken en dat is het nu. En de parkeerplek is vol, dus we zijn bang dat we anders laat zijn. Dus hij is er even naartoe aan het lopen. Maar het is hier echt mooi. Wauw. Kijk, hier is even lelijk, want hij is aan het bouwen, maar daar zit een kerk. En daarachter ook nog een soort kerkje. Wow, wat een kamer. Geweldig. Ik had dus gevraagd om, zeg maar, kind kon je kiezen 1 of 2 bedden. Dus ik zei, doe maar 2. Super groot. Deze is ook super groot. Heel luxe. Mega grote halkast. Hier zie ik dus een soort van tuinkussens. Maar volgens mij hebben we geen buiten. Maar kijk hoeveel ruimte. Ik heb een beetje spijt dat we niet in één keer hierheen zijn gereden. Want we hadden hier heerlijk kunnen chillen. Er is een bad in ons hotel. Er is een wellness. Er is een hele lekkere tuin, er is een geweldig restaurant. Maar ja, niks meer aan te veranderen. Kijk, waar zijn de kussens, zodat je dus hier overal buiten kunt gaan zitten. Heb je dat gezien? Bizar. Er is hier ook een glijbaan en een schommel. Leuk zeg. We hebben wel een balkon. Je kan hier gewoon naar beneden en dan naar de tuin. Om te schommelen en zo. Jeetje, ik wist dat het zo super leuk was. De website was best wel onduidelijk. Kijk hoe leuk. Hier kan je zo naar beneden. Het is hier echt een mega. Dit is veel groter dan als ik hem eentje had. Kijk hoe mooi. Wow. En een douche. En een bad.
Zo. Kijk, hoe schattig ontbijt zo. Cutie. Oh, ik wil wel een scrambled egg, wat is heel lekker. Ik dacht dat het een klein ontbijtje was, zo heel cutie. En zeg maar niet zo mega, maar zo heel rustiek. Kijk hoe schattig. Ze hebben cheesecake. Oh, ze hebben chia yoghurt. Oh, leuk. Pindakaas, fruit, haver. Havermout. Mini pretzels, kijk. Croissants zien er ook heel lekker uit. Oh, dat vind ik echt super cute. Koffie. Ja, maar dat bedoel ik met niet zo'n mega ontbijt, maar eigenlijk heel klein en allemaal hele lekkere dingetjes. Wow, lekker. Fruit, worst, kaas, cottage cheese, yoghurt. Heel cute. Kijk hoe schattig. Nou, koffie ga ik straks nog even bij het tank halen, maar een pretzeltje. Dit is chia yoghurt. Dit is havermout met pindakaas en abrikozen. We hebben lekker een scrambled eggie gekregen. Kijk hoe leuk vibe dit hier is. Super rustig. Jongens, het hotel is echt goed gekeurd. Ik zie er heel mooi uit, maar dat komt gewoon omdat ik altijd slecht slaap. Maar voor mijn doen heb ik nog best goed geslapen. Ik heb dus gisteren in het Duits geprobeerd te vragen of ze de coolbox wilden koelen. En ik wist niet of ze me begrepen, maar het is gelukt. Ze hebben de koelelementen bevroren voor ons. Echt helemaal zoeka. Kijk, het ontbijt was super lekker. Gewoon simpel en goed. Wow, het is echt super koud. Geweldig. Eigenlijk kan je in elk hotel dat wel vragen, want ze hebben natuurlijk overal wel een restaurant en gewoon een ruimte daarvoor. Alleen nu moet ik die koelelementen er weer in krijgen, dus moet ik eigenlijk alles er weer even uithalen. We hebben nog lekker blauwe bessen, we hebben nog lekker frambozen, we hebben nog lekker bramen, kip, sapjes, bier. Nou, helemaal super. Even naar de toilet. De kamer was echt super. Heel erg goed gekeurd. Ik wilde jullie trouwens nog even laten zien wat we allemaal mee hebben voor in de auto. Het grappige is dat we vrijwel niet nodig hebben gehad om ons te vermaken. Dus dat is wel echt een goed teken. Deze waterfles is leeg. Die kunnen we vullen. En dit gooi ik even weg. Dit is gewoon een complete tas met snackjes. En ook nog dingen voor TikTok die daarna snackjes zijn. En dit is de tas met... Even kijken. Had je nog die snoepketting? Kijk. Dat heb ik dus bij de Vibra gekocht. Superleuk, kan je eigen snoepketting maken. En dat is echt heel leuk om mee te spelen. Nou, we hebben lekker potloden en zo, maar we hebben ook deze. En bij de Action, doelmandjes mini. En wat ik nu dus ga doen, wat we denk ik nu gaan doen, is dit. Scooby-Doo's. Hier, als je het speelgoed even bij de speelgoed hebt, dan raak je het niet kwijt. Dat is mijn studieboek. Wil je dat leren? Oké, heb je alles al meegenomen? Ja. Ga ik even plassen nog alleen. Het is nu maar 5 uur rijden zonder stoppen. Goodbye. I'm going to make some loonbeentje. Oh, dat doe je bij. Best. Ach, gossie. Zielig. Zielig. Dit is trouwens super handig. Boogje. Boogje. Oké, je hebt 2 boogjes. Overheen, onderdoor. En dan deze ook overheen onderdoor. Dan zie je zo'n mooi soort van vierkantje. Dan trek je hem aan. En dan is hij gelukt. En dan krijg je dit. We zijn in Zwitserland en ik ben blij, want dat betekent dat ik weer koffie kan halen die lactosevrij en suikervrij is. Yay. Ik weet nou... Nee. 3 frank staat er. Bij kassa betalen staat er. Bitte aan de kassa betalen. Voor elke koffie die je kiest. Apart. Maar ik weet dus nog eens niet of het in Nederland er is. Weet iemand het? Maar kijk. Het is gewoon koffie met lactosevrije melk. En geen, verder helemaal niks erin. Heerlijk. Mm. Tijdelijk Zwitserland, waar we zijn. Terwijl wij in de file staan bij de Galerie Ripstunnel ofzo. Ook even een olijventip geven. Ik denk dat ik ze bij de Xenos heb gekocht. Het zijn dus deze. Zwarte kalamatenolijven, helemaal zo ingedroogd. Volgens mij heb ik ze misschien al laten zien. Ik had ze eigenlijk voor TikTok gekocht. Met lavendel. Maar het is zo lekker. Het smaakt een beetje naar zo'n broodje bij restaurant dat je lekker in olijfolie dipt. Zo zien ze eruit. Als je een beetje houdt van aparte dingetjes en dus dit soort dingen. Super lekker. Lekker fris, hè?
zijn er. Ik vind het zo leuk om... Het in mijn eentje was leuk, maar ik vind het... Ik ben heel blij dat ik het aan allemaal aan hun kan laten zien. En dat ze het ook allemaal heel mooi vinden en heel blij reageren. Van, wat is dit hier mooi? En ja, ik voel me net mijn moeder. Ik ben helemaal rondleiding aan het geven. Maar het maakt me gewoon echt heel gelukkig. 3 weken ben ik hier niet geweest. Hoe bizar. Zijn we weer. We hebben lekker heerlijk de meeste dingen een plekje gegeven en hebben gekookt. En we gaan nu lekker buiten. Balkonnetje eten. We hebben dus gevulde pasta die hier nog lag. Hebben we avocado-saus bij gedaan met yoghurt en avocado. Heel apart. En lekker salade met balsamico en pizzaatjes en zo. Lekker. We gaan hier heel cute zitten. Ik heb hier mijn eentje geen 1 keer gegeten. Goed idee met de view. Jongens, het is inmiddels maandag. We hebben heerlijk geslapen. Ik ga de week toch hierbij afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Wat ik al vaker heb gezegd. Als je normaal reageert, zou ik het heel leuk vinden als je dat nu weer doet. Want het helpt mijn kanaal en dat maakt me heel erg blij. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren natuurlijk. En volgende keer weer te kijken. En dan nog 2-3 weken lang vakantie. 2 weken hier. En 3 weken vakantie. Dus oké. Doei.